Dit is het Narrenschip, een van de bekendere werken van Bos. Het bovenste gedeelte komt uit het Louvre en het onderste gedeelte komt uit de Verenigde Staten. En speciaal voor deze tentoonstelling is het na jaren weer bij elkaar gekomen. En wat ik zo lekker vind aan het werk is dat het overzichtelijk is. Kijk wat er hier gebeurt. Iedereen is hier bezig met het vullen van zijn eigen dikke nek. Zelfs de non en de pater. En kijk hier, de hoofdpersoon van het verhaal, de nar, zit met zijn rug naar iedereen toegekeerd. En deze meneer die probeert nog een kippetje uit de boom te plukken voor zichzelf. En deze meneer, kan je goed kijken? Ja, dat zie je bijna niet omdat het te donker is. Maar deze die gooit zijn maaginhoud overboord. Te veel gegeten en te veel gedronken dus. En wat ik een heel grappig detail vind, is wat heeft deze man nou vast? Is het een roeispaan of is het een pollepel? Iedereen is bezig met zichzelf te vullen met eten en drinken. Maar welke kant het schip opgaat of waar ze naartoe varen, daar is niemand mee bezig. En wat zou nou de boodschap van Bos kunnen zijn? Nou, als je het mij vraagt, iedereen doet zich goed aan het genot van het leven, maar enige koers op het water, dat is er niet.